Goedemiddag, lieve vrienden, dat we weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, de 29e april en we leven om 13:41. Ik heb de computer niet aan, die gaat ook nog niet aan, nee. Ik ga met de meisjes lopen en Karin die zou ook deze kant zover ik weet opkomen, want we zouden samen de hort op. Tenminste, dat was de afspraak. Ja, laten we dat zo maar zeggen. Dus ja, hoef ik de computer nog niet aan te hebben. En ja, wat we gaan doen, dat is voor jullie een vraag en voor ons een weet. Jullie komen dat zelf wel te zien en te weten en te horen en weet ik veel wat. Dus ja, ik wens jullie voor nu in ieder geval heel veel kijkplezier. Geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook weer met ons mee, want de zon die schijnt, ik ben helemaal blij. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En kom erbij. Ik zou zeggen tot later. Bij een bloembollenboer in, ja, bij Julianendorp in de buurt. En die hebben dus ook een pluktuin. Geweldig idee. Maar ja, Karin die zegt even kijken of het ook geld kost. Want dat weet je nooit. Echt gaaf hoor. Bijzonder mooi. En een heel goed, leuk idee. Ik kan wel meevallen hoor, qua prijs. En dat is? 25 cent per bloem. Oh. Ik vind dit nog wel meevallen hier. Welkom op de Florentuin. Wij hebben hier een showtuin en tulpenpluktuin. En bloemenbollenwinkel. Uit de tulpenpluktuin kunt u hier zelf uw eigen bos tulpen plukken. Voor 25 cent per bloem.
toen waren we weer thuis, ja. Ook tevens wat boodschappen gedaan bij een budgetwinkel in Julianadorp. Karin die heeft daar wel aan het filmen geweest, maar ik had wel mijn camera mee. Maar ik had nog maar twee streepjes. Nou, dat is zo niet heel, dat is er zomaar door. Ik denk, laat maar. Ik heb wel aan het filmen geweest met mijn mobiel. De mooie omgeving uit de auto gedaan met al die gekleurde bloemen. Oh, zo mooi, zo mooi. Dus dat heb ik wel gedaan. En we hebben een short gemaakt. En Karin die heeft voor mij ook even een short gemaakt. Maar of dat gaat lukken, dat is vraag 2. Ja, dat weet ik ook niet. Mijn mobiel kreeg weer kuren en ik heb hem opnieuw op moeten starten. Dus of die er nog ergens is, ik weet het niet. Maar dat merken we wel. En anders ga ik er zelf alweer naartoe terug en dan ga ik het daar weer doen. Maar ik zie nog wat moois. Want mijn amaryllis, er komt een knop in. Er zit al een knop in. Maar hij was eerst zo klein en het werd steeds groter. En gisteren was hij nog maar zo hoog. Maar nou, ik ben even weg geweest. Nou, ik haal je even van de lader af. Even, moet hij wel willen. Oeh, bliksem. Zijn jullie er nog? Ja, jullie viel om. Sorry. Ja, sorry. Maar kijk, is wat mooi. Ja. En dat wordt weer natuurlijk een knalrooie. Kan niet missen. Want hij is altijd rood. Ja, maar ik ben er weer blij mee. Echt waar. Dat hij weer mooi begint te doen. En ik ga aan de koffie. En er staat wel weer een afwas. Maar morgen nog een dag. Want ik weet niet wat ik heb. Ik heb al een paar dagen last van mijn heupen, weerskanten, etc. Er is er eentje een beetje aan het strooien met eten. Hè? Ja nou? Ja. Maar in ieder geval gelijk aan de koffie. En een gebakje. Ik heb nog een gebakje staan. Dus lekker. Ja. Hè? Nog maar. Oh, kijk dan. Ah, zo kun je niet eten, schat. Hè? Zo kun je niet eten, kind. Zo, kom maar. Kunnen we straks weer verder, hè? Ja. Moet u weer gevuld worden straks? Eerst opeten. Eerst leegmaken. Dan kan die afgewassen worden. Dan kan die afgewassen worden. En dan kan je een nieuw eten in. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ik ga ook genieten. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik denk, ik pak de camera er toch maar weer even bij. Terwijl die nog niet vol is. Maar dat ik thuis kwam, lag er een pakketje in het mandje bij de brievenbus. Ja, ik heb hem al even geopend, maar ik heb nog niet gekeken. Zo. Oh, meer niet? Oké. Okay. Ik had nog meer besteld, maar ja. Oké, ja, dit kan ik gebruiken wanneer ik mijn kleding nog aan heb. Ja, ik denk, het moet ook allemaal, het heeft wel een pluizen, maar dat is elektrisch. En dan moet die kleding uit. Ik denk, ik moet nog iets makkelijkers hebben, dat ik ook zo kan doen, ja. Ja, kun je de haren, alles kun je eraf halen, zeggen ze. Ja. Moet het wel willen. Ja, het wil ook wel. Maar ja, het kan ook heel makkelijk, de bank enzovoort, kan ook heel makkelijk hiermee. Dus we gaan dat uitproberen. Ja, we gaan dat gewoon testen. Maar ja, er ligt nou een hondje op de bank. Eens even zien. Even de kussen hier ook. Ik weet niet of die het doet. Ja, kijk. Je ziet het wel. Terwijl hier bijna geen diertjes in zitten. Ja.
Daar ben ik toch wel, mee, wel weer blij mee. Dan zie je zelf dat mijn diertjes in de stoelen komen. Dat wil ik in principe niet hebben. Ja, hij doet het dus. De test is gelukt. Ja, de test is gelukt. Even weggooien in de prullenbak. Ja, met een handenkop. Ja, en moet kunnen. Hup, ook die is bijna vol met kind aangedeeld worden. Dus ja, daar ben ik blij mee. Die kussen moet ik vasthouden. Want ook aan die kussen natuurlijk een heleboel. Dus dan gaan we ook even proberen. Maar... even kijken wat we zien. Zo. Eens even kijken of mij dat lukt. Ja, kijk dan. Jullie zien het wel, hè? Ja. Dan kun je wel zeggen van dan ligt het op die stoel die ze net gedaan hebben. Ja, en? Moeten jullie toch laten zien dat hij het doet? Goeie. Echt een goeie. Ja. Daar zijn we blij mee. Ja. Zo. Nou, daar ben ik in ieder geval blij mee, mensen. Zeker te weten. Echt waar. Ja. Kijk, met die elektrische mijn matras tenminste doen. En die is goed voor mijn matras te ontpluizen. Nou, jullie zien het. Het is bewezen. Top. Geweldig. Ik ben er blij mee. Ja, echt waar. Nou, maar ik wacht op meerdere dingen. Want ja, je zal niet Corinna heten om nog weer sieraden op te bestellen, hè? Van die leuke sieraden. Ja. Nou, die gaat weer in het zakje, maar ik ben er blij mee. Ja, echt waar. Ik zal jullie weer even neerzetten en de camera weer goed draaien. En zo, dan gaat hij weer in het zakje. Zo. Walla walla walla. Zo. En dan hebben we weer een mooie ontpluisje erbij. Maar dan, ja, voor kleding is het goed. Maar dan moet je wel kleding aan hebben die ook hier tegen kan. En ik weet niet. Ik heb deze broek vorig jaar gekocht bij Op is Op. Maar er zit gelijk al een haaltje aan. En of dat van Kandalf is of van Rijka is, dat weet ik niet. Maar ik denk, stel je voor dat ik weer op mijn knieën moet om een short te maken. Blij toe dat het niet hoefde. Want ik verga nog steeds van de pijn als ik opsta. Niet met zitten. En als ik eenmaal in beweging ben, gaat dat ook wel weer. Maar
is als ik opgestaan ben, dan de eerste paar stappen doet zeer. Het is net alsof ik iets aan mijn heup heb. Dat, ja, nee, ja, wel aan mijn heup, maar ook mijn bovenbenen. Het is net alsof ik mij beurs heb gelegen, dat je weken op bed hebt gelegen. Weet je wel, dat je, nou, dat je echt weer moet leren om te lopen. En dan denk ik altijd even, oeh, dat ben je zo stief. Nou, ik denk, komt wel weer goed. Vanavond weer even magnesiumolie onder mijn voeten smeren en dan komt het wel weer goed. Ja, zakje gaat weg, daar ben ik blij mee. Hondenriem, daar had Karin mij eigenlijk beloofd om vandaag mee te helpen om dat terug te sturen. Maar dat zijn we vergeten. Dus dan ga ik dinsdag aan Erwin vragen, want die moet terug. Want ja, dat werkt niet, nee. Ook die haken, die zijn te klein. Ik krijg ze amper ingedrukt. Dat werkt niet. Dus ik heb weer twee riemen aan elkaar vastgemaakt om met ze te lopen. En dat zijn een ritmische riem. Het is van stof. De ene is van stof, ja, eigenlijk allebei. Maar de ene is een ronde en de andere is een platte. Die platte is van Frodotje geweest. En die blauwe, die kreeg Elwing erbij mee en die had ik altijd aan mijn solo. Wanneer ik met Elwing op stap ga, dat ze naast me loopt bij de booster, dan krijgt ze het een korset om met die ik dan de nauw bij heb. Nou ja, jammer, pech. Ik heb nog niks hoeven te betalen. Dat hoeft ook niet, want ik stuur het retour. Maar hoe en wat ik dat moet doen, ik zal straks op dat doosje kijken en dan... Ik ken het desnoods maandag al weg, maar dat merken we wel en dan anders vraag ik even aan Erwin hulp. Ja toch, zo simpel als een bruine boom. Ja, is slecht nou lekker. En op de bank ligt er ook eentje. Ja, en ik zeg gewoon weer smakelijk eten, bon appétit. Hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan en tot later. Zo, daar zijn we weer eventjes hier. Ik ga er even lekker voor zitten. Ik moet nog twee vragen beantwoorden. Ja, waar Mirjam Eleveld mee aankwam. En Cor Beck samen met zijn zoon Kokkie. Dus ja, ik ga natuurlijk uiteraard eerst bij Mirjam beginnen. Want ja, dat is een vrouw en je behoort vrouwen eerst te doen. Ja, vind ik tenminste. Misschien ben ik ouderwets wat dat er gaat. Maar ik vind dat nog steeds zo. Haar vraag. Hoe ervaarde jij jouw eerste bevalling? Je hebt wel van één vraag een heleboel vragen gemaakt. Maar ja, ik doe deze gewoon... Hoe ervaarde jij jouw eerste bevalling? Mijn eerste bevalling, nou, dat natuurlijk is het pijnlijk. Hè? Je hebt dat nog nooit meegemaakt. Ik denk dat het bij iedereen zo zal zijn, bij elke vrouw. Je hebt het nog nooit meegemaakt. En dan doet het echt heel veel pijn. En je schreeuwt het uit. Maar als je het eenmaal in je handen hebt, dan ben je blij. En dan huil je uit blijdschap en dan is alles achter de rug en ja. En ja, het was gewoon een heerlijke ervaring. Ik had een zoon, helaas heb ik geen contact meer met hem, maar dat is, heeft allemaal andere oorzaken. Het is zijn keuze, ja. En ja, willen jullie dat weten? Ik heb het al een paar keer eerder verteld, maar dan moet je helemaal naar beneden scrollen. Dat is meestal rondom zijn verjaardag, 20 februari. Dan heb ik het erover. Ja, dus, maar in ieder geval, ja, mijn oudste was een zoon en dat was mijn eerste bevalling. En dat was, ja, een geweldige ervaring en super mooi. Want ja... Wie wilde nou niet als eerste kind een zoon hebben? Ja, ik denk toch wel een heleboel. Nee, dus wel iemand die de naam voortzet. Maar ja, doet hij eigenlijk nou niet meer, want hij heeft nou een andere naam. Ja, nou ja. In ieder geval, maakt allemaal verder niet uit. Maar in ieder geval, ja... Meer weken René op te vertellen, die zin die ga ik nou zo weer weghalen en dan
Komt morgen of zo vragen 2, wat ook daar weer mee heeft te maken. Maar ja, dat komt allemaal goed, lieverd. Ja, dus ik ga nou over naar Corbeck. Daar staat hij. Die heeft een vraag gesteld. Heb je nog meer hobby's buiten filmpjes en plaatjes maken om? Ja, zeker te weten heb ik nog meer hobby's. Als je dat even wegdenkt, filmen en plaatjes maken. Dan heb ik daar die 2 lieftallige dames op de bank leggen. Ja, ik weet niet of je ze nou zo ziet. Maar in ieder geval, je weet wie het zijn. Daar mag ik dan graag ook heerlijk mee lopen. Ik mag ook graag als de booster goed ingereden is. Dan neem ik Rijke op mijn vloertje van de booster. En Elwing die gaat naast me. En dan gaan we naar de dijk. En dan kan Elwing lekker rennen. Rijkaard, ja, die kan ook wel rennen, maar die raak ik, tenminste, die zie ik niet voor mijn booster langslopen. Dat gaat allemaal te snel en dat vind ik een beetje eng. Dus die hou ik liever dan op de booster. En als ik dan stilsta een tijdje, dan mag ze ook los. Maar ga ik weer rijden, dan komt Rijkaard weer vast. En Elwing die kan gewoon lekker rennen. In het verkeer, dan heb ik Elwing vastgebonden aan de booster. En ja, de duinen in de natuur in mag ik ook heel graag doen. Ook wel zonder honden. Mag ik ook graag alleen nog doen. Of met, ja, je weet het, met Mary. Daar doe ik ook meestal veel dingen mee. Dus ja, dat vind ik heerlijk. Lekker door de natuur heen. Richting de Grote Keten gingen we. En om het IJsselmeer heen gingen we. Nou, dat vind ik gewoon heerlijk. Maar ja, of dat deze booster, dat kan, dat is vraag 2. Ja. Zo niet, dan moeten er andere accu's in. Ja. Maar dat zien we dan wel weer. Kost ook weer geld. En dat moet ik zelf betalen. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat zijn ook hobby's van mij. Om dat te kunnen doen. Maar ja, 's winters doe je dat niet. En dan ben je weer aan huis gekluisterd. Dus ja. Vroeger mocht ik ook heel graag tekenen, maar door mijn artrose kan ik dat niet meer. En toen ben ik dus overgegaan op die plaatjes te maken. Ja, eerst begon ik trouwens met 3D-plaatjes maken. Dat was ook buiten internet om, want dat was toen nog, dat kon ik nog niet eens, die plaatjes op de computer. En ik verkocht ook 3D-plaatjes, maar dat ken ik ook niet meer. Dat is te klein, dat willen mijn vingers ook niet meer. Nee, dat is zo miezerig klein en dan moet je snijden. Oh nee, hou maar op. Dus ja, ik ben blij dat ik plaatjes kan maken. Daar doe ik ook mijn ziel en mijn zaligheid in. En dan kan je ook wel merken hoe ik het doe allemaal. En ja, momenteel even een paar spreuken gedaan. Ik heb het ook aan het begin van de vlog gehad. Ik deel nou de plaatjes eventjes op Facebook die ik aan het begin van de vlogs heb gehad. Gedicht ben ik ook meegestopt, want ik heb zo vaak gevraagd van hoe men mijn gedichten vond. Ik heb maar van een paar gehoord hoe en wat, maar een paar, ja, dat zijn maar 2 mensen. En ik wil meer van meer mensen weten. Nou ja, daar hoor ik niks van. En ik hoop dat ik na vandaag wel hoor. Want het zat er vandaag niet achteraan. Dus ja, wel de boodschap ermee naar jullie, mijn volgers en vrienden. Maar ja, in ieder geval, dat zijn mijn hobby's. Ja. En ja, je weet, ik ben ook een heks. Nou ja, ik heb toevallig op de markt donderdag 2 heksen gekocht. Eentje ga ik zo meteen even aandoen. Kom maar even hier, heksje. 1, 2. Dit is 1 heks. Moet ik even het knopje voelen. Zoeken. Ja. Die is mooi, hè? Ja. Dan heb ik er nog eentje, dat is de eettafel.
Die zou ik ook even pakken. Bidda, die staat daar. Wip. Zo, nog een heks. Zo, die maakt er eigen op met een lippenstiftie. Er zit geen lampje in. Maar die heks donderdag op de markt gekocht. Ja, leuk. Dat mag ik ook graag doen. Ja, en ik noem het niet de dag zoals iedereen hem noemde. Ik heb hem anders genoemd. Ja, vond ik veel leuker. Nou, zitten die weer hier even neer. Nou, lieve Cor en Kokkie, ik hoop dat ik zo ook jullie vraag heb beantwoord. En ja, gewoon hartstikke fijn. Blijf doorgaan met vragen stellen, zolang je nog weet. En dan praat je even met Kokkie. En misschien heeft die ook nog vragen. Ja, wie weet. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond, lieverd. En ook natuurlijk de rest van de vrienden allemaal een genoeglijke, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is alweer reeds 2:22 in de nacht. Dus ja, ik moet nog slapen en al. Maar ik ga eerst wel naar buiten toe. Even lopen met de meisjes. Ja. Dus we komen daar om jullie even wel rust toe te wensen. En een hele mooie nacht. En geniet van je slaap. Geniet van je rust. En morgen weer gezond opstaan. En maak er een mooie dag van. Ik hoop dat het zonnetje mag schijnen voor ons allemaal. En ook weten we allemaal dat God over ons de wacht houdt. En ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Lekker slapen allemaal. En tot over een aantal uurtjes. Doei!